Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I... Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag maandag. En als je heel veel zin hebt in deze vlogmas, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze video. Het is dus vandaag maandag en het is echt super vroeg, want ik moet zo naar school toe. Ik begin om 9 uur, dus ik moet om 8:30 de trein hebben. Dus ik moet over 10 minuten weg. En ik moet eigenlijk nog een paar dingen pakken en doen. Ik heb gisteren mijn oorbellen vervangen, want ik had echt heel erg last ervan. Dus ik ga even kijken wat ik daarmee ga doen. Ik heb ook echt super veel trek. En ik moet ook nog even brood maken. Want volgens mij zit ik vandaag tot 5 uur op school. Dus dat is best wel lang. En ik moet zo meteen op het station een vulpen kopen. Want we hebben straks schrijven en ik had dat niet thuis. En ik was dat gewoon eigenlijk helemaal vergeten. Dus ik zal even laten zien wat ik aan heb. En dan ga ik heel snel mijn spullen pakken. Oké, wat ik aan heb is deze nieuwe trui van Naked. En ik vind deze echt heel erg leuk. En daaronder heb ik gewoon heel simpel mijn grijze broek. En deze is ooit van de Bershka geweest. Ik ga nu even snel mijn spullen inpakken en dan snel ontbijten. Oké, ik heb het net aangered. Ik hoop niet dat jullie heel erg de wind horen. Maar ik ben nu onderweg naar het station aan het lopen. Ik ga dus niet meer met de auto. Behalve als het regent. Dat ze mij voornemen. Dus ik hoop niet dat het vanmiddag gaat regenen. Want dan ben ik echt helemaal doorweekt. En ben ik helemaal chagrijnig. En ik moet dus zometeen op het station nog een vulpen gaan kopen. En ik dacht dat dat niet ging lukken. Maar blijkbaar is de HEMA op het station al om 6 uur open. Ging je na het schoolgala nog bij Darren? Ja, want ik wilde een OV-fiets regelen, maar het lukte niet of zo. Oh ja, jij ging nog helemaal zeggen over die OV-fiets. Oké, ik ben nu op school. Oh, want Joyce, waarom zijn jullie zo luidruchtig? En we hebben zo meteen onze eerste schrijfles met de vulpen. Niet iedereen doet mijn achtergrond geluid te maken, hoor. Ik mag achtergrond muziek. Oh ja, ik ga tijdens... Oh my god, dan gaat hier nog iemand bij. Ik moet... Bij drama ga ik om 4 uur heel even de les uit, dat jullie het even weten. Maar wat vind je van de vlogmas tot nu toe? Of heb je ze niet allemaal gekeken? Oh, je gaat naar mij. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Ik heb het wel gekeken, hoor. Oh, ja, ik ook, maar niet alles. Ik heb ook niet alles gekeken, maar... Ik heb ook niet alle eigen dingen gekeken. Maar grote dingen. Hey schat! Oké, we zijn bezig met de schrijfles. En we moesten zelf wat dingen schrijven op het bord. En dit is echt veel moeilijker dan je denkt. En zeker als je schuin moet schrijven. Grondlijnen te beginnen, want kijk, weet je, dit zweeft allemaal een beetje. Ja, dat is niet netjes, hè? Nee. Kan je het anders even voordoen hoe het wel moet? Oké. Schrijf maar dezelfde zin. Tadaa! Dat is toch ook niet schuin? Nee, maar ik kan het... Om wel op het kijkbord is makkelijker. Wat zou ik schrijven? Ik kan niet schrijven. Dat is veel makkelijker dan die van mij. Wacht. Kan je niet gewoon beter een nieuw blaadje pakken? Ja, jouw bord schrijft veel lekkerder dan die van mij. Oké, wat moet ik schrijven? Dat komt door de pen, jongens. Nee. Oh, ik schrijf het dan met mijn vinger. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Hey, Fenna. Fenna, doe jij eens een bord schrijven. Kijk dat jij hem ophaalt. Het slaat helemaal nergens in. Je gaat ook al fout. Ja, ik ga de verkeerde. Slaat helemaal op. Ja, je moet deze doen. Sorry, juf. Deze, zo. Niet dat dit netjes is, maar... Dat is kut. Dan doet hij alles weer klaar. Okay. Wow. Wacht, ik weet al wat ik ga schrijven. 1C, weg ermee. Zo? Ja, ziet er goed uit. Ook mooi vanaf de grondlijn begonnen, heel erg goed. Ik vind ze nu echt een zo? Ja, ziet er goed uit. Ja, dat moet schuin, hè. Beter een beetje zo. En hij moet ook... Hij moet eigenlijk ook dunner. Jezus, je bent zo streng voor mij.
Hij zei, raak nou niet aan, zwevende letter. Nee, zwevende letter. Maar dit ook. Zie je die ruimte, dat mag niet. Dat is ook zwevende letter. Ja, zwevende letter. Ja, maar die B moet niet helemaal raken hoor. Wel. Oh. Oké. Nou, weg ermee dan waar, hè. Oké, ermee. Goed. Zo. Ik mis het wel. Nee, dit zou ik niet goed. Ik kan geen schrijfrichting. Ja, dat ziet er heel goed uit. Hij zweeft alleen nog steeds. Ja. Daar. Oh ja, daar. Maar je bent ook veel... Kijk, zeg maar, eigenlijk is dit je beginlijn, hè? Ja, je moet hier schrijven, dus dit is hier. Ja. Oh, kijk, hier. Ja. Ja. Oh. Oké, het is al bijna 6 uur en ik was pas 5 uur uit van school. Dus ik ben echt pas net thuis. Het was echt een hele lange dag, maar we eindigden met drama, dus dat was heel erg leuk. En we hadden ook vandaag onze eerste schrijfles en dat vond ik ook heel erg leuk. Want we gingen dus voor het eerst weer met een vulpen schrijven. Dus dat was wel grappig om te doen. Ik ben dus echt net thuis. En misschien ga ik vanavond sporten. Maar ja, ik moet eigenlijk wel gewoon echt dat gaan doen. En, oh ja, over het sporten. Ik eet gewoon nog alles wat ik wil. Dus zoveel nut heeft het niet. Ik zag daar al comments over. Maar anders ga ik het eten en dan sport ik niet. Snap je wat ik bedoel? Dus dit is beter. Ik zit nu in bed en ik ga nu eventjes Videoland kijken. En ik ga Love Island kijken. En ik ben nu bij aflevering 17. Dus dat ga ik nu kijken en dan zo lekker eten. Oké, ik heb net avond gegeten. En wat wilde ik eigenlijk gaan zeggen? Geen idee. Ik moet eigenlijk nog wat dingen doen voor morgen voor school. Dus ik ga het niet redden om te sporten. En ik weet dat ik dat beloof. Maar het gaat hem gewoon echt niet worden. Ik ga nu eventjes kijken wat ik precies voor school moet doen. Ik ga wel alles in bed doen. Want ik heb echt zo koud. Even kijken. En morgen heb ik eerst vaardigheidstraining. Dat is gewoon van mijn mentor. En daarna hebben we het traject kunst. En daarna moet ik weer werken. Dus ik hoop echt dat ik morgen iets kan filmen. Oké, ik heb ondertussen heb ik al 4 afleveringen gezien. Van Love Island. Want ik wil het echt al zien. En ik heb hier één grote rode beeld op mijn hoofd. Want ik heb er al mijn ring hier net tegen aangeslagen. Waar echt iets van mij. Ik ga beneden heel even wat fruit pakken. Ja. Ik ga zo meteen even lekker wat eten nog pakken. En dan slapen. Maar ik moet eerst nog de vlog editen. Het is al 10:30. Oké, ik ga toch de vlog afsluiten en ik ga hem even editen. Ik heb geen idee hoe lang die gaat worden. En dan zien jullie mij morgen weer bij een nieuwe vlogmas. Dus als je de video leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En dan tot morgen om 4 uur.